Hoi, welkom bij Sjoe's Cooking. En vandaag gaan wij vis in zoutkorst bereiden. Voor deze bereiding gebruik ik een zeebaars, maar je kan natuurlijk ook een ander soort vis gebruiken. Begin met het ontschubben van de vis. Ga hiervoor met de achterkant van je mes langs de schub. Snij dan de buikkant in en verwijder de ingewanden. Spoel de buikholte dan schoon. Doe je zout dan in een mengkom en scheid hier je eieren bij. Meng dit dan goed door. Bedek dan een met bakpapier bedekte bakblik met een laagje zout en leg hier nu je vis op. Vul de buikholte dan met je kruiden. Bedek de vis dan helemaal met het overige zout. Gaar hem dan op 200 graden voor 20 minuten. Haal hem hierna uit de oven en laat hem nu rusten voor 10 minuten. Verwijder dan de zoutkorst en hierna het vel. Maak nu een gleuf langs de middengraat en schuif het vlees er zo af. Verwijder dan de graat en nu ook het andere vlees. En dit serveer ik met verse vijgen, biet en heerlijke tomaatjes. Bon appétit!